Ik werkte voorheen op een laboratorium en er kwam een stuk sleur in. En ik zeg altijd, ja, je kledingstijl verandert een keer in je leven, je interieur ook. Dus ik had gewoon behoefte om een keer iets anders te doen. En ook dichter bij de patiënt. Ik was eerder indirect met de patiënt bezig, zag ik nooit. En nu sta ik echt aan de frontlinie en heb ik direct contact. Wat ik ook ontzettend leuk vind, omdat je alle lagen van de maatschappij ook tegenkomt. Diane is een van de 23 nieuwe toekomstige doktersassistenten. Zoals de meeste van haar medestudenten heeft ze haar huidige baan ingeruild voor deze BBL-opleiding. Ze zit niet elke dag in de schoolbanken, maar gaat vooral aan de slag in de praktijk. De druk is al hoog. Het animo, en dat verschilt natuurlijk van elke praktijk weer. Ik bedoel, als je in een dorpspraktijk zit, is de druk of in elk geval het aantal patiënten vaak iets minder. Het afgelopen jaar leidde de hoge werkdruk tot aanmeldstops bij veel huisartsen in de regio. Nu werken huisartsen, Radboud UMC, UWV en ROC Nijmegen samen met organisaties zoals Neo Huisartsenzorg om personeelstekorten aan te pakken en om werkdruk te verlichten. Tegenwoordig heb je gewoon het regionale niveau nodig om problemen op te lossen. En anders ga je concurreren. Hè? Dan heeft het ziekenhuis eigenlijk een assistent nodig of de huisarts. Als je met z'n allen dat aanpakt, dan kun je veel verder komen. En die samenwerking blijkt een succes. Want er zijn veel mensen bereid om doktersassistent te worden. En de organisaties die huisartsen ondersteunen zijn aangenaam verrast. Heel blij, heel blij. Ik denk ook het aantal aanmeldingen was eigenlijk echt overweldigend. We hoefden niet te zoeken naar mensen die dit wilden doen. Hele enthousiaste, gemotiveerde mensen. Ze hebben vaak al een ander beroep gedaan en kiezen heel bewust voor dit vak. Ze ondersteunen de organisaties, ondersteunen de huisarts. En als je er te weinig hebt, dan komt de huisarts niet aan de kern van zijn werk toe. Voor patiëntenzorgen. Daarom zijn ze zo belangrijk. Voor werkgevers is het opleiden van een BBL-student dus een goed alternatief om lang openstaande vacatures te vervullen. De organisaties zien het als een oplossing voor nu en een investering voor later. Dus we hopen eigenlijk dat uit te breiden. En het zou mooi zijn als je echt dat die mensen die in de zorg werkt, als je die kan behouden in onze eigen regio.